De viskotter waarop afgelopen weekend 300 kilo cocaïne werd ontdekt. Dat blijkt eigendom te zijn van een bedrijf dat ook op Urk gevestigd is. Volgens de goed geïnformeerde website visserijnieuws.nl werd het schip in 2015 gekocht door drie Urker ondernemers. Verslaggever Ingrid Kuipers die is op Urk. Ingrid, wat is er nou precies gebeurd? Ja, het gaat om de kotter, de ZL-181, die onder Belgische vlag vaart. En zaterdag werd die gecontroleerd door de kustwacht. Het gebeurde op zee boven Friesland. En er werden toen tassen vol drugs aangetroffen. En het gaat om 300 kilo cocaïne. En dat heeft dan een straatwaarde van zo'n 6 miljoen euro. Nou, vervolgens werd dat schip onder begeleiding van de kustwacht en de politie naar de haven van Harlingen gebracht. En inmiddels ligt het in de haven van Den Helder, in een afgesloten haven van de Koninklijke Marine. Nou zijn er ook 5 opvarenden opgepakt. Hoe zit dat? Ja, dat klopt. Volgens de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst, de FIOD, die het onderzoek leidt, gaat het om een Pool, een Montenegrijn en 3 Nederlanders. Volgens bronnen die wij hier op Urk spreken, zijn die 3 Nederlanders zijn dat Urkers. Maar dat is iets dat wij niet bevestigd krijgen door het FIOD, want die wil vandaag helemaal geen informatie geven in het belang van het onderzoek. Nee, hoe gaat het nu verder dan? Nou ja, het onderzoek is in volle gang, maar toch lijkt het er steeds meer op dat er wel degelijk een link is met Urk. En dan gaat het zowel om de opgepakte mannen als de eigenaar van het schip. Daar komen we nog op terug dus. Ingrid Kuipers, dankjewel.